ga nu een presentatie maken van de bronnen die ik heb verzameld over Artis. En dat doe ik bij de tab programma's. Hier kan ik naar de presentatiemaker toe gaan. En nou kom ik op de openingspagina uit van het format presentatiemaker. Hierin kan ik beginnen met een nieuwe tekst. En ik noem mijn presentatie, noem ik Artis. Deze tekst kan ik op allerlei manieren aanpassen. Door te kiezen voor een lettertype, voor een lettergrootte, voor een letterkleur en alles. Zodat ik hem helemaal persoonlijk kan maken zoals ik hem wil maken. Maar wil ik mijn bronnen erin slepen, dan ga ik naar mijn bestanden en dan open ik de map Artis. Sleep ik een foto erin. Dat doe ik zo. Die foto kan ik ter plekke bewerken, kan ik kleiner maken. Kan ik bijsnijden. En ik kan met de pijltoets kiezen welk deel van de foto ik in beeld wil hebben. Dus op die manier bewerk ik mijn foto. Ik kan er ook een video aan toevoegen. Ik heb nu video, foto, tekst gemaakt in mijn presentatie. Maar ik kan ook een nieuwe pagina eraan toevoegen. Dat doe ik zo. Die nieuwe pagina kan ik ook weer vullen. Met een video bijvoorbeeld. Nou, je ziet hoe je een presentatie kunt opbouwen. En je kunt de presentatie, als je hem klaar hebt, opslaan. En ik geef hem een titel. Presentatie Artis. Oké, en ik wil verder. En nu gaat hij de presentatie opslaan. En de presentatie komt terecht in je persoonlijke werkplek. Daar ga ik nu naartoe. En hier is mijn presentatie verschenen.